Ezelpark. Maar net in het Ezelpark en we hebben nu heel veel ezels gezien. Ik zou het even laten zien. De telefoon die uit je hand gerukt wordt in de ezel. Er is hier ook nog een uitkijktoren, dan kan je naar boven. We gaan nou naar boven en dan. En we zijn boven! Luister naar je gaat zien! Zoveel ezels! Wordt toch even. Nou mag ik rijden! Ze kan goed sturen, hè? Nou, ja, behalve die ezel die nou hier overreden wordt. Ezel. Daar zit een hele zierige ezel. En hij komt heel voorzichtig deze kant op. Een achterbak. En dan mogen we nou midden in het etenpark in zitten. Dat is gewoon fantastisch. Ga maar. Toppie. Dit is gewoon cool. Vet. Toch? En daar is een ezel en die komt hier naar de bak. De voerbak. En de ezel die naar ons toe komt. Ja, hij is heel leuk. Ja, hij trekt met die. Ik heb bij jou. Ik schrik me ook net van het beest. En hij botst tegen de bak aan. Ik moet gaan slaan. Het ezelverblijf. Kijken. Pasgeboren ezeltje. En die mogen we ook bekijken. 2 dagen oud. 2 dagen oud. Ze zit goed. Eergisteren. Oh, kijk. Eergisteren. Zie je dat? En die drie die kleine, die hele kleine. Wow, die eten gewoon op elkaar. Wat is er met die gebeurd in? Weet ik. Dat weet zij van het park. Dat is Marusha. Wat is er met die ezel gebeurd? Ze heeft een auto-ongeluk gehad. Toen ze 2 weken oud was. Maar nu is ze inmiddels 1,5 jaar. En het gaat veel beter, want ze eet gewoon. En ze kan ook gewoon tussen de andere ezels rondlopen. En ze heeft gewoon een beetje extra aandacht nodig, zoals jullie zien. En ze doet elke dag die brezen om. Ja. Maar het gaat veel beter. Oké. Weet je niet of je nog voor kan lopen? Ja, en die rug groeit natuurlijk anders. Ja. Dit is Jassir. Jassir? Jassir. Jassir heet deze. Oh, die heeft ook een auto. Er rijden veel auto's hier en lopen ze in het wild rond. Kijk maar. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik hoop van wel. En hier onder de boot, dat blijft weg. Schildpad. Deze is een heel klein beetje bang.
Nou, dat was het plein van de schildpadjes. Zo, super vet. Doe eerst een paar.